Ja, we staan hier met de organisatoren, de Nederlandse, zeg het eens. Studenten Jazz Orkest. Studenten Jazz Orkest. Jazz en hip-hop. Ja, cool. Wat? Ergens ver van mijn bed, maar toch wel weer dichtbij. Ja, want alle muziek voor in mijn beleving is ontstaan uit jazz. Ik weet niet of dat jullie ingang ook is waarom jullie iets met hip-hop doen. Ja, wat je met jazz hebt, is dat jazz oorspronkelijk natuurlijk ook heel veel de ritmes had, wat hip-hop ook kent. Maar jazz heel veel, helemaal de jazz die wij spelen, het Nederlands Studenten Jazz Orkest. Big band muziek, gewoon veel melodieën. Mm. En waarom we hip-hop zoeken, is omdat het vaak gewoon ritmisch is. Teksten, poëtische teksten, dat is een mooie aanvulling. Mooie aanvulling op elkaar. Maar goed, we zijn niet de eerste die dat doen. Ik bedoel, Piet, Philip, Quizzet, Kite Man. Dat zijn natuurlijk allemaal mensen die al zeker, Typhoon, die al zeker connectie zoeken tussen die twee werelden. Dus. En hoe vonden jullie het vanavond presenteren? Dat wil ik dan naar jou vragen. Ja, ik vond het superleuk. Ik vond ook het talent echt groot. Ik vond het echt heel erg goed. En de combinatie denk ik kan straks heel mooi gemaakt worden. Er kan echt een hele goede kandidaat straks worden uitgekozen. Want of ze kunnen kiezen tussen Engelsen, of ze kunnen kiezen tussen een vrouw. Hè, of inderdaad iemand die wat zit op de wat hardere hip-hop, of juist de wat meer textuele. Ik denk dat er genoeg verschillende mogelijkheden waren. En waar doen jullie de selectie nou eigenlijk precies voor? Want dat snapte ik niet. Ja, het Nederlands Studenten Jazz Orkest gaat op tour in december. En dan gaan wij 6 dagen achter elkaar. Gaan we op tour eigenlijk door heel Nederland. Waaronder dus Rotterdam op 17 december. En voor dat optreden in Rotterdam doen we 1 nummer extra. Dat doen we dus met 3 rappers. De rappers die vanavond mee hebben gedaan, zeg maar. 3 rappers daarvan, die gaan met ons optreden. En dat zit dus in ons hele programma. Dus wij hebben een avondvullend programma, maar een deel daarvan is dus 1 nummer is met die 3 rappers. Okay. Dat is op 17 december in Annabel. Oké, waar zijn jullie te bereiken? Te bereiken. Kunnen mensen dit volgen via internet? Ja, Facebook, www.nsgo.nl, maar Facebook is het beste medium. Connected, hè? Dus connected. Ook weer daar kan het weer teruggevoerd worden. Ik hoorde heel veel nummers die ging over verbinding en samen. Ja, het thema was van tevoren ook meegegeven dat ze op deze beat moesten rappen en dan over het thema connected. Dus dat was ook een soort opdracht, zeg maar. Ja, nou, die is goed uitgevoerd. Ja. Die is goed uitgevoerd. Zullen jullie nog 1 keer voor de camera willen voorstellen? Ja, is goed. Ik ben Luc. Ik ben van Nederlands Studenten Jazz Orkest. Ik speel zelf trompet in het orkest. Ja, en ik ben Jorik. Ik ben groot muziekliefhebber. En vanavond heel graag bij deze aankondiging van het NSGO. Omdat het gewoon een prachtig orkest gaat worden. Nou heren, hartstikke bedankt voor de interview. Ik zie jullie wel via internet natuurlijk. Ja, zeker. Dankjewel. Stay connected. Stay connected.